Brandpunt in de Markt. Ons programma over de economie. Dames en heren, op deze laatste uitzending van het jaar hebben we toch voor u nog een paar bijzondere dingen. Allereerst exotisch kleur en fleur. Speciaal voor de kinderen, de Rolls Royce onder de rolstoelen. We gaan een kijkje nemen in de toekomst. Ja, en dan vraag je je af, hè, is dat nu onze wereld? Komen we nu helemaal in de plastic terecht? Uiteraard onze vaste onderwerpen die u van ons gewend bent. Maak er een gezellig avondje van. We zijn er samen met z'n allen nog even gezellig het jaar uit. Van harte welkom. Maar we beginnen natuurlijk met het wel en wee van de economie. De thermometer stond vorige maand op 6,5. We gaan kijken wat het deze maand is. Hij stijgt, hij loopt naar boven, dat is een goed teken. En hij stopt op 6,5. Vergeleken met vorige maand dus een onveranderlijk goed cijfer. Het is misschien ook het goede moment om eens te vergelijken met dezelfde periode van vorig jaar. En dan zien we dat de thermometer in 12 maanden tijd een spectaculaire ontwikkeling heeft doorgemaakt. In december 1987 stond hij op 5,8, nu op 6,5. En dat is dus een stijging van 0,7. Nog opmerkelijker is het verschil tussen de verschillende sectoren. Kijk er maar eens mee op de computer achter mij. De industrie stond eind vorig jaar op 5,9 en nu op 6,9, dus een vol punt winst. De detailhandel stond eind 1987 op 5,5 en nu 5,1, een verslechtering. En de bouw was 5,7 en wordt 6,2, een forse winst. De detailhandel is dus in dat rijtje een buitenbeentje en daar is ook wel een verklaring voor. Nederland is het land met de laagste loonstijging ter wereld op dit moment. De prijzen van de meeste goederen daarentegen zijn het afgelopen jaar wel gestegen. Dus de kosten van het levensonderhoud nemen toe, maar de lonen nauwelijks of niet. En daardoor is de koopkracht achtergebleven en dat merkt de detailhandelaar in zijn kassa. De economie doet het dus heel goed, maar de individuele burger profiteert daar nauwelijks van in de portemonnee. Er is een bijzonder product op de markt gekomen. Een rolstoel voor kinderen van 2 tot 12 jaar. De Squirrel, in flitsende kleuren op de markt gebracht, mag ik wel zeggen. In mei dit jaar en door de firma Huca uit Oldenzaal. Meneer Huttenhuis, hoe bent u nou op dit idee gekomen? De firma Huca die is al een jaar of 12, 13 bezig met het ontwikkelen en produceren van dit soort artikelen. Na een marktonderzoek bleek dat er duidelijk behoefte was aan een stoel die zich zowel in het horizontale vlak als ook in het verticale vlak kon bewegen. En in samenwerking met het ingenieursbureau Indus BV in Oldenzaal en de firma Beenhakker in Rotterdam zijn wij tot ontwikkeling gekomen van dit product. Was er helemaal nog niets wat toegespitst was op kinderen? Er was wel iets. We hebben zelf in het verleden dit soort stoelen gemaakt. Alleen niet zo uniek als deze? Nee, niet met de mogelijkheden die deze stoel heeft. U zei het al, uw firma maakt ook nog andere producten. Laten we even kijken naar een filmpje van uw firma. Het bedrijf van Huca staat op het industrieterrein in Oldenzaal. Er werken ongeveer 70 mensen. Het zijn eigenlijk drie afzonderlijke bedrijven. Een productieunit, een distributiebedrijf en een ontwerpbureau. En daar begint alles. Daar worden de ideeën uitgewerkt. Ideeën waar vaak jaren over gedacht en gepraat is. Ook over de Squirrel. Op de productieafdeling worden de delen van de rolstoelen of de andere producten die Huca maakt eerst gelast en daarna in elkaar gezet. Huca streeft ernaar zoveel mogelijk onderdelen voor haar producten in andere gespecialiseerde bedrijven te laten maken. In Oldenzaal kan men zich dan richten op de productie. Aan het elektronisch hart van de rolstoel is 3 jaar gewerkt. Voordat de stoel de fabriek verlaat, worden de chips nog eens grondig getest. Op dit moment produceert men in Oldenzaal 5 squirrels per week. In de toekomst zullen dat er 10 tot 15 zijn. Meneer Huttenhuis, wat zijn nou de grootste voordelen van de squirrel? De squirrel die is heel goed binnenshuis als ook buitenshuis te gebruiken. Binnenshuis is die vrij compact, maakt bijna geen lawaai. De hoogteverstelling komt daar erg goed uit om verschillende plaatsen te bereiken. Buitenshuis is het een stoel die, zoals we hier kunnen zien, vrij goed oneffen terrein kan nemen. De kinderen gaan er heel makkelijk mee om, hè? Dat gaat bijna vanzelf. Is er veel belangstelling voor? Er is erg veel belangstelling voor de stoel. Zowel in binnenland als ook in het buitenland. Hoeveel kinderen zijn er nou in Nederland voor zo'n stoel? Dat is niet precies te zeggen, maar wij schatten dat er op jaarbasis
tussen de 150 en 200 van dit soort stoelen te verkopen zouden zijn. We hebben hier nu 5 kinderen die de stoel gebruiken en daar dus ook inderdaad heel goed mee omgaan. Maar stel nou dat je je handen niet kunt gebruiken, is het dan toch mogelijk om in zo'n stoel te rijden? Ja, de stoelen zoals we die hier zien, die zijn allemaal met een standaard uitvoering. Maar daarnaast is het zeer goed mogelijk om alle andere besturingsmogelijkheden aan te brengen. Dat gebeurt in Nederland vaak door gespecialiseerde bedrijven. Als fabrikant kunnen we daarin adviseren. Maar in principe gebeurt dat bij de diverse dealerbedrijven in Nederland. Is de stoel duur? De stoel die kost zo'n 16.000 tot 20.000 gulden. Is dat een normale prijs voor een rolstoel of is dat extreem? Dat is niet extreem. Dat is een hele normale prijs voor de stoel. En zeker voor de stoel zoals deze, wat ervoor geboden wordt. Vera, kom jij eens met je warentje, want jij gaat zo lekker alweer aan mij voorbij. En ik zou jou zo graag even iets willen vragen. Misschien is het handig als ik even naar je toe kom. Als dat gaat. Hoe lang heb jij de stoel, Vera? Ongeveer een half jaar. Was het moeilijk voor je om te leren daarin te rijden? In het begin wel, ja. Wat vind je nou het allerleukste aan deze stoel? De kleur en dat die op en neer kan. Ja, dat is een toffe kleur, hè? Knalblauw heb jij gekozen, hè? Ja. Waar gebruik je hem nou voor als je omhoog gaat? Noem eens wat voorbeelden. Als er iets gevallen is, dan ga ik naar beneden en iets uit de kast pakken of aan een tafel te schuiven. Je kunt een heel eind ermee, hè? Ja. En Peter, waar is Peter? Die race maar hard rond. Peter, kom er eens bij. Ja, u kunt het zich niet voorstellen, dames en heren, maar die gaat zo snel met het warentje ervan door. Ze kunnen echt snel, meneer Uitenhuis, hè? Ja, dat gaat perfect. Ja. Kun je hier langs, Peter, denk je? Nee. Niet. Nou kom ik bij jou. Oh, maar jij gaat dan naar achter. Vond jij het nou moeilijk om in deze stoel te leren rijden? Nou, nee. Nee, dat ging wel. Hoe lang heb jij hem? Nou, weet ik niet zo goed. Een paar maanden ook, denk ik, hè? Ja. We hebben ook gekeken bij jou op school hoe je ermee omging en dat gaat ook fantastisch, hè? Ja, dit is de driemaster. Dat is mijn school. Kijk, hier rij ik van de hal naar de klas. En kijk. Dat is mijn beste vriend Ronald. Ja. En ik ga daar parkeren en ik ga daar een werk, een taalwerkje doen. En wat doe je daar nou? Omhoog. Ga ik omhoog en dan draai ik hem om. Je stikje. Ja, en dan leg ik hem erop. Kun je helemaal tekenen en zo, dat hè? Dat is mijn vriend Stefan. Die kan achterover en voorover, maar niet omhoog en omlaag. En als er nou iets valt? En daar pak ik het bordpons, dan ben ik omlaag gegaan. En dan... pak ik hem en dan doe ik het blad dicht en dan ga ik omhoog en dan ga ik het bord uitvegen. Merk je nou ook wel eens dat je vriendjes een beetje jaloers op je zijn, dat jij zo'n leuk schuurreiziger hebt? Nou, ze zijn niet jaloers hoor en je kan er ook bij achterop. Gaan ze bij jou achterop? Ja. Schuren ze een beetje mee? Ja. Nou, schuur dan maar even verder. Ik wil namelijk even mevrouw Voorbach iets vragen. U bent de moeder van Vera. Merkt u nou dat het heel anders gaat met Vera nu ze in deze rolstoel rijdt? Ze is veel zelfstandiger geworden. Ze kan veel meer. Spullen van de grond afhalen, boeken uit de schappen halen. Ze doet veel meer en aan de tafel ermee aanschuiven. Veel gezelliger, met eten ook. En ze gaat nu naar een gewone MAVO, hè? Ja, na de grote vakantie kan ze door middel ook deze rolstoel nu naar een reguliere MAVO. Wat zij zelf veel meer prefereert dan bij een mictiel MAVO. Heeft u het gevoel dat ze meer geaccepteerd wordt door de vriendjes en de vriendinnetjes in de omgeving, nu ze eigenlijk zo echt mobiel is? Nou, we wonen in een heel klein dorpje. Daar zijn niet zoveel kinderen waar Vera mee speelt. Maar op school, waar dus ook gewoon kinderen zonder rolstoel rondlopen, daar gaat het heel goed. Prima. Dank u wel. Ja, meneer Huttenhuis, de acceptatie van de kinderen die is toch wel groter, hè? Zoals blijkt is dat inderdaad met deze stoel verbeterd. We zien alle kinderen hier zo makkelijk ermee omgaan. Is het nou niet ook een idee voor ouderen? Daar moet je een beetje voorzichtig mee zijn. Het lijkt inderdaad ook iets voor ouderen. Anderzijds vraagt dat toch wel een hele speciale studie. En we zijn op dit moment wel aan het overwegen of een stoel met een concept zoals dat ook in de Squirrel verwerkt is, eventueel voor volwassenen te gebruiken is. Prima. Nou, tenslotte wil ik nog even vertellen dat u ook de mensen hier en de mensen thuis, dat u een prijs heeft gekregen van de Industrieel Ontwerp Nederland. Dat is een vereniging. En ik denk dat het buitengewoon knap is om iets wat je in mei op de markt hebt gebracht, nu al met een prijs bekroond te zien. Gefeliciteerd en nog heel veel succes met de stoel. Dank u wel. Zou maar even klappen.
Zondag en maandag is het kerstmis en volgende week is het oud en nieuw. Voor heel veel mensen een gezellige tijd. Samen thuis of samen op vakantie. En het klinkt misschien een beetje als een cliché, maar voor heel veel mensen is het ook een eenzame tijd. Voor hen is het wachten op een aardigheidje van iemand anders. Op tekst van Gregor Frenkel Frank, op muziek van Tony Eijk, is hier Joni de Boer. Altijd zijn er mensen wachtend op een woord die al hele tijden niks van jou hebben gehoord. Mensen die wat deden met een klein gebaar, weten dat de wereld het moet hebben van elkaar. Was jij het nou vergeten? Voelde jij niet de gedachte? Wilde jij misschien niet weten dat men op te wachten? Leef je toch eens even in de ander in, door ook wat te geven, krijgt je eigen leven zin. Een kleine krabbel op een stuk papier is zat, je weet dan wat je doet. Is er altijd even tijd? En doe het zonder reden. Doe het nou meteen al morgen. Als we het allemaal eens deden, had de wereld minder zorgen. Pak nou dat papiertje. Pak die telefoon. Maak het geen maniertje, doe vooral maar heel gewoon. En let maar op, het brengt gegarandeerd geluk. Voor jou en voor die ander, kan die dag alvast niet stuk. Over hele andere aardigheidjes gesproken. De enorme uitbreiding van communicatiemogelijkheden de afgelopen jaren heeft heel wat veranderd in Nederland. En er zijn er altijd wel mensen die daar op een slimme manier gebruik van weten te maken. Kijkt u naar een bijdrage van Peter Tettero. Je hebt hier mijn kaartje. Wij doen vertalingen vanuit het Nederlands naar alle Europese talen, ook het Japans en Chinees. U stuurt gewoon een tekst aan ons via fax en wij kunnen het snel vertalen en terug via fax terug naar uw kantoor. 2 jaar geleden kwam Thomas Bellier, 27 jaar, vanuit Noord-Amerika naar Nederland. Hij wilde architect worden, maar dat lukte niet. Nu heeft hij het drukker dan ooit met een vertaalbureau. De golf telefaxapparaten die Nederland de laatste jaren overspoelt, leek Bellier een goede basis voor een nieuw soort vertaalbureau. Want bijna ieder middelgroot bedrijf heeft tegenwoordig wel een fax en vaak vertaalwerk. Inge, ik heb die tekst gekregen van Emiel net en die gaat morgen naar Lyon, die heeft een directiepresentatie. Veel bedrijven, zoals dit reclamebureau, hebben wel mensen in dienst die teksten kunnen vertalen, maar toch slippen er gemakkelijk stijl en taalfouten tussendoor.
Het is nog niet zo heel leuk. Met de huidige mogelijkheden van telefaxapparatuur kan dat nog snel gecorrigeerd worden. Zal ik het even faxen? Ja, gooi het op de faxstand. Ja. Ja. Oké. Via het vertaalbureau gaat de tekst naar een freelance vertaler. In dit geval Nederlands-Frans. Die heeft thuis ook een telefax staan. Die hoeft dus niet naar het bedrijf te komen, kan meteen beginnen en dat werkt snel. Alle vertalers zijn native speakers, mensen uit het land zelf. En indien nodig kan zo'n tekst binnen 1 uur klaar zijn en terug op het bureau van de klant. Ons voordeel is dat Pellier's uitgangspunt dat klanten een brief nog even willen laten corrigeren blijkt te werken. Hij kwam overigens op het idee toen hij hier aan het solliciteren was. En ik zocht naar een baan, maar het was te moeilijk. Ik kon geen baan in architectuur vinden. Maar dan zag ik ook op dezelfde tijd dat er is een probleem met taal, met het Engelse taal. Veel Nederlanders kunnen best Engels spreken, maar ze kunnen geen Engels goed schrijven. En ik heb dezelfde ervaring gezien voor mezelf in het Nederlands. Ik kan best Nederlands spreken, maar ik kan geen Nederlands schrijven. Dan dacht ik dat het misschien is een goed idee om dit soort dienst op te richten. En ook op dezelfde tijd heb ik gezien dat de fax een nieuwe soort van communicatie was. En ik dacht, ja, dit kan ook een goed idee zijn als je allebei samen met elkaar combineert. Als je wil, ik kan Thomas komt regelmatig voorbeelden tegen die volgens hem bewijzen dat zijn bedrijf hard nodig is. Eerst heb ik een advertentie met de woorden in het Nederlands waterdruppel. Waterdruppel. En ze hebben het vertaald in het Engels als water drip. Maar dat is niet juist. Water drip kan betekenen een slomme zak. Slomme zak. Ja, slomme zak. Maar het is de juiste vertaling is water drop. U spreekt zelf nog niet zo lang Nederlands. Ja. De tekst die op uw eigen folder staat, weet u bijvoorbeeld zeker dat die goed in het Nederlands vertaald is? Ja, ik weet het wel. maar hoe weet u dat dan? Ik werk met twee secretaresses en ze kennen hun taal goed. Ik kan een fundamenteel Nederlandse brief schrijven, maar altijd moeten ze het corrigeren en vaak is het ook herschrijven. Zo ziet u, als je je eigen beperkingen goed kent en die ook goed gebruikt, dan kun je het nog een heel eind schoppen. Wij gaan door met ons maandelijks interview. Door het gezwabber in het regeringsbeleid van de afgelopen jaren is de werkloosheid nog steeds hoog. Hoger dan eigenlijk nodig is. Degene die deze week deze stelling poneerde, gebruikte wat andere woorden, maar in feite kwam zijn boodschap hier op neer. Ik heb het over meester F. Kruse, op het ministerie van Sociale Zaken, de hoogst verantwoordelijke ambtenaar op het gebied van de arbeidsvoorziening. Tom Verlind praat met hem over deze uitspraak die deze week werd gedaan op een symposium in Utrecht. Meneer Kruse, welkom. Wat is er nou precies mis of mis geweest met het overheidsbeleid waardoor de werkloosheid hoger is dan die strikt genomen zou hoeven zijn op dit moment? Ik denk dat in de eerste plaats daar een rol heeft gespeeld dat er geen absolute consensus was, overeenstemming tussen alle partijen was over de mate waarin je de doelstelling volledige werkgelegenheid wilde halen. Wij wilden en willen in Nederland een groot aantal dingen tegelijk. In rechtstreeks in verband met die volledige werkgelegenheid is van betekenis dat wij ook willen dat er een rechtvaardige loonverdeling is. Wij willen ook een lage inflatie. Wij willen een concurrentiepositie op de internationale markt houden. Wij willen een harde gulden hebben. En als je een aantal van die doelstellingen, sociaal-economische doelstellingen, tegelijk wil halen, dan haal je één van hen niet ten volle. De ene kan wel eens afbreuk doen aan de andere. Ja.
En het resultaat daarvan zien we nu in nog steeds een werkloosheidsaantal van, ik geloof, 700.000 mensen op het ogenblik. Hè? Betekent dat nou dat je moet constateren dat de regeringen achter ons van de werkloosheidsbestrijding niet echt een prioriteit hebben gemaakt? Wel een prioriteit, maar niet de eerste prioriteit. U weet, de discussie is ontstaan doordat een Zweedse hoogleraar een vergelijking heeft gemaakt tussen een groot aantal landen. Dat is professor Terborne. Professor Terborne. Ja. Die heeft aangetoond dat van 15 landen die hij heeft onderzocht, een vijftal landen, een heel goede prestatie heeft verleend ten aanzien van de bestrijding van de werkloosheid. En een groot aantal andere landen, waaronder Nederland, minder goed. Hij heeft daarvoor verklaringen gezocht en hij heeft allerlei factoren van die landen vergeleken en komt tot de conclusie dat de verklaringen die wij traditioneel hebben van ons loon is te hoog of dat soort van zaken, dat die eigenlijk niet gelden. Hij kwam tot de conclusie dat je het met z'n allen nadrukkelijk moet willen. Heel nadrukkelijk moet willen dat ene punt en dan scoor je hoog. Ja, dus de hoge werkloosheid in Nederland is toch een gevolg van het gevoerde beleid. Als we het anders hadden gewild, had het anders kunnen zijn. Dan is het van belang om naar de toekomst te kijken. Wat voor ander beleid zou er gevoerd moeten worden om ervoor te zorgen dat wel die hoge werkloosheid naar beneden loopt? Ik denk dat het niet zo eenvoudig te beantwoorden is te zeggen, je zou alleen maar de werkloosheid moeten bestrijden. U weet wat de richting is waarin wij nu gaan. Wij willen werkgelegenheid doen groeien. En die werkgelegenheidsgroei zal voornamelijk in de marktsector gerealiseerd moeten worden. Dat betekent dat wij in de eerste plaats het winstvermogen van bedrijven moeten zien te herstellen, ook tegenover het buitenland. Dat is volop gebeurd naar mijn smaak. We hebben vanavond weer een fantastisch cijfer van de thermometer van de economie gezien. De industrie doet het perfect. Heeft een geweldige ontwikkeling doorgemaakt sinds eind vorig jaar. Maar werkloosheidsbestrijding, ho maar. Maar werkgelegenheidsgroei wel. Ja, kijk. Maar onvoldoende werkgelegenheid komt erbij. Werkloosheid bestaat uit twee componenten. Uit werkgelegenheid en arbeidsaanbod. Dus mensen die plaatsen zoeken en aanbiedingen van vacatures. De groei van de werkgelegenheid is in de laatste jaren, ook vergeleken met andere landen, heel goed geweest. Maar dat is al met al het Nederlandse bedrijfsleven toch niet te passief? En dan zeker die bedrijven waarvan je kunt zeggen dat het daar weer goed mee gaat op dit moment? Ik denk dat dat voor een deel waar is. Ik denk dat voor een deel de doelstelling veel mensen te werk stellen inderdaad wat achtergebleven is bij economische groei SEC. Ja, dan zegt u het nog vriendelijk, denk ik. Dan zeg ik dat vriendelijk en zo ben ik ook van aard. Is het een overdreven stelling als ik zeg dat je eigenlijk niet zoveel merkt van verantwoordelijkheidsgevoel van veel ondernemers op dit terrein? Zou het niet zo kunnen zijn dat ze misschien wel belang hebben bij een hoge werkloosheid, omdat dat het beste argument is om bijvoorbeeld loonmatiging door te zetten? Ik denk dat dat een overdreven redenering is. Dat men zich beperkt tot de redenering. Wij moeten de kost verdienen, wij moeten concurreren met het buitenland. Dat is de beste garantie voor groei van werkgelegenheid, hoe langzaam die ook gaat. Maar ik denk dat er iets anders nog bij komt op dit moment. Dat is dit. Dat de werkgevers en de werknemers en de overheid samen één contract gesloten hebben. Dat ligt nu in de vorm van een wetsontwerp bij de Tweede Kamer, waarbij ze zich tegenover elkaar en ook dus tegenover de werklozen verplichten om het probleem van de werkloosheid in de toekomst samen aan te pakken. Het is snel met elkaar afgesproken, maar ik hoef alleen maar naar de vakbeweging te kijken om te weten dat men daar in het algemeen niet tevreden is over de inspanningen die de werkgevers zich getroosten. En de werkgevers zijn niet tevreden over de inspanningen die de werknemers zich getroosten. En samen zijn ze nog niet tevreden over wat de overheid doet. En intussen blijft de werkloosheid 700.000 maar mensen. In de toekomst gaan ze daar echt iets samen aan doen. Mijn minister noemt dat altijd, zij zijn tot elkaar veroordeeld om dat probleem op te pakken. Hebt u er vertrouwen in dat de werkloosheidsbestrijding in Nederland de komende jaren succesvoller zal zijn dan de afgelopen jaren? Ongetwijfeld. Waarop baseert u dat dan? Behalve dan op die afspraak. Afspraken kun je vaak weer alle mogelijke manieren onderuit. Toch is dat, en dan haal ik toch maar even die professor Terborne terug, de enige verklaring van waarom in Zweden, in Noorwegen, in Oostenrijk, in Zwitserland, in Japan het zo goed gaat. Die consensus om samen dat ene doel te bereiken. Nou, die consensus is nu vastgelegd in een wetsontwerp dat nu bij de Tweede Kamer ligt. En dat is voor mij de reden van optimisme. Ik ben in jaren niet echt optimistisch geweest.
En ik weet ook wel dat dat niet snel zal gaan. Maar ik denk dat de richting die we kiezen en de gecommitteerdheid van alle partijen om daaraan mee te werken, dat die mij reden tot enig optimisme geeft. Dus met het beleid wat nu ingezet gaat worden, dankzij die nieuwe afspraak, zal binnen nu en hoeveel jaar de werkloosheid aanmerkelijk teruggebracht kunnen worden? Noemt u eens een periode? Dan moet ik een gok wagen. En dat is op de arbeidsmarkt altijd heel riskant. Dat hangt toch ook af van de wereldhandel. Dat hangt ook af van de creativiteit waarmee nieuwe producten, nieuwe productiesystemen kunnen worden ontwikkeld. Dat laat zich heel moeilijk plannen. Maar als ik zie wat er nu gebeurt, dan denk ik dat wij toch niet tot het jaar 2015 hoeven te wachten, tot die demografische golf van vermindering van het aanbod het probleem oplost. Dat we niet tot het jaar 2015 hoeven te wachten om een meer acceptabele werkloosheid te hebben. Meneer Kruse, bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Ja, beste mensen, u weet het. Vroeger maakten ze auto's van ijzer, toen maakten ze auto's van blik. En tegenwoordig, je gelooft het niet, maar ze maken ze van plastic. Voor zo'n wegpiraat als ik is dat het ideale. Ik zag mijn buurman laatst. De man moest even inparkeren. Nou, dat mislukte. Hup, daar zat mijn buurman. Joop komt erachteraan. Ik zei, ja jongen, ik zei, waar maak je hier dat druk om, man? Je frommelt dat ding gewoon zoals je hem zelf wilt hebben. En als je nou flauw bent van een model, meneer, hup, in de vernieling, maak je er een leuke koffiezetmachine van. Wat kan je dan gebeuren? We zijn allemaal gewend aan plastic producten zoals bekers, manden, dozen, je noem maar op. Maar dat je ook auto's, keukens en huizen kunt maken van plastic, daar willen een heleboel mensen niet aan. General Electric in Bergen op Zoom maakt de grondstof voor plastic, maar is sinds kort ook bezig met de ontwikkeling van allerlei producten van plastic om te laten zien dat je van plastic die producten kunt maken. Bij ons de heer Cederel. Hier staat een auto, die is van plastic, want anders stond hij hier niet. Kan dat zomaar? Meneer, ik begrijp heel goed de achtergrond van uw vraag. Plastics hebben jarenlang het imago gehad niet bijster betrouwbaar te zijn. Maar we moeten niet vergeten dat met name in de laatste 15 jaar die materialen enorm verbeterd zijn en dat er technische kunststoffen ontwikkeld zijn die aan zeer hoge eisen voldoen. Wat is nou het voordeel om een auto van plastic te maken? Het voordeel is de enorme vrijheid die je hebt in het ontwerpen met plastic, de gewichtsbesparing en natuurlijk, plastic roest niet. Dat is een heel groot voordeel, want auto's die roesten, daar heb je alleen maar last van. Maar nou zijn er al een heleboel auto's die bepaalde kunststofonderdelen hebben. Een kunststof motorkap, een kunststof dak, een kunststof spatschermen. Wat is het verschil tussen die kunststof en uw plastic? De materialen die wij maken zijn herverwerkbaar. Het zijn zogenaamde thermoplasten. Dat betekent, die kun je opnieuw opsmelten door warmte toe te voeren en dan kun je er weer een ander onderdeel uitmaken. En voor wat betreft de deuken, wat is daar het verschil? U hebt net al gezien in de demonstratie Joop, van Joop, was goed bezig. Dat wat dat betreft we een enorm voordeel hebben. Bij kleine snelheden is het zo dat het plastic vervormt, maar weer helemaal terugkomt. Laten we ons eens even omdraaien, want hierachter daar is men bezig met het ontwerpen van zo'n auto. Hoe gaat dat precies met klei? Dat is juist. Het is klei. Wat we doen is het volgende. Na de eerste schetsen en ideeën op papier gaan we al gauw over tot het maken van een zogenaamde 1-op-1 model in klei om te zien hoe zo'n auto eruit gaat zien in de praktijk. Goed, dan heb je zo'n heel klein model en wat er dan precies gaat gebeuren, daar hebben we een video van gemaakt. Laten we daar even naar kijken. De modelmakers leggen hier de laatste hand aan het model. Wanneer het compleet is, zal een zogenaamde digitizer het model aftasten. En zodoende de contouren vastleggen. En die worden ingevoerd in een computer? Die worden ingevoerd in een computer en dienen dan als de maten voor de matrijs waar dan de onderdelen in gemaakt worden. Hier heb je zo'n onderdeel, geperst plastic. Dat is juist, dat was het achterpaneel van onze plastic auto. We hebben het geloof ik hier bij ons. Wat is nou het voordeel om een element voor een auto zo te produceren in plaats van hem van metaal te maken? Ik kan aan de hand van dit onderdeel heel goed demonstreren wat wij noemen de integratiemogelijkheden in kunststof. Dat wil zeggen dat we meerdere onderdelen kunnen combineren in één deel. U ziet hier het achterpaneel van Vector gecombineerd met de behuizing voor het achterlicht. Met daarin al het gaatje voor de elektrische bedrading. Dit zou nooit kunnen met een metalen auto? Niet in één deel. We moeten daar denken aan meerdere onderdelen die we dan weer aan elkaar lassen. Is een plastic auto nou goedkoper? Ik moet daar een genuanceerd antwoord op geven. Het hangt af van de aantallen
Zeer hoge aantallen zullen in staal gunstiger zijn, goedkoper. Maar tot en met producties van ongeveer 200.000 per jaar is kunststof concurrerend met staal. We lopen even die kant op, want er worden niet alleen auto's van plastic gemaakt, maar ook hele andere artikelen. Daar staat bijvoorbeeld een maaimachine. Dat daarvan de bovenkant, Joop, van plastic is, dat geloven we allemaal. Nee, daar op de grond, Joop. Kijk, die is van plastic, onbreekbaar. Kijkt u maar. Oké, Joop, dat is voldoende. Maar dat het mes van die maaimachine ook van plastic is, dat zou je bijna niet geloven. Dat mes wat u daaronder ziet, van plastic gemaakt. Joop, laat maar eens kijken. Er zit daaronder een pin. En we gaan eens kijken als die pin omhoog komt, wat er dan gebeurt. Nou, die pin die ging dus tegen dat mes aan. En wat is het resultaat? Er zit in dat mes dus een heel klein deukje, maar dat is met een vijl makkelijk weg te werken. Wat zou er gebeurd zijn als dat een stalen mes was geweest? Een stalen mes zou versplinterd worden en zou iemand makkelijk kunnen verwonden aan zijn benen bijvoorbeeld. Dat plastic is dus enorm sterk. De grondstof daarvoor wordt gemaakt in Bergen-op-Zoom bij General Electric. Laten we daar eens even kijken. Op dit enorme terrein aan de Plasticslaan in Bergen-op-Zoom werken ruim 1600 mensen. Uit verschillende basisstoffen maakt men het vloeibare plastic. Er worden draden van getrokken. Zodra die hard zijn, snijdt de machine er korreltjes van. Die korreltjes gaan in een gietvorm en worden weer gesmolten. Hier wordt bijvoorbeeld een spatbord gemaakt. General Electric doet het alleen maar om mogelijke klanten te laten zien wat er allemaal kan en verkoopt dan het basismateriaal. Heel spectaculair om te zien is de vacuümmethode. Vloeibaar plastic wordt door een mal omhoog gedrukt en vervolgens er tegenaan gezogen. Dit is een deel van een bumper. Van dat plastic wordt de carrosserie gemaakt voor deze sportwagen. Een speciale uitvoering van een bekend Duits merk. Er rijden er maar een paar honderd van rond. Zelfs het stuur en de tellers zijn van plastic. Maar voordat er ook maar één korreltje aan de pas komt, wordt er maanden, soms jaren gewerkt aan het ontwerp van de producten. Niet alleen wat betreft vormgeving, maar ook moet het product functioneel zijn en gebruiksvriendelijk. Uitgangspunt is dat met plastic als basisstof eigenschappen kunnen worden bereikt die met andere materialen niet te verwezenlijken zijn. Dit huis van de toekomst moet daar een voorbeeld van worden. Voorlopig bestaat er alleen een maquette van, maar in Amerika wordt het al gebouwd. Het plastic huis van de toekomst in Amerika, maar hier in de studio hebben we de keuken van de toekomst, ook helemaal van plastic. Wat is daar het voordeel van? Plastic keuken, laten we daar achter eens beginnen bij die leidingen. U ziet daar een geïntegreerd buizensysteem, wat het doel heeft om alle benodigde water toe- en afvoer, elektriciteit en lucht toe- en afvoer te regelen. Daar komt nog bij dat we bovendien het principe van de warmtewisselaar kunnen toepassen. Bijvoorbeeld kunnen we het warme afwaswater gebruiken om de vloer weer te verwarmen. Zoals hieronder bijvoorbeeld. Zoals hieronder getoond. Een ander voordeel is dat je alle apparatuur aan dat buizensysteem kunt aanklikken. Ja, ook dat kan alleen met plastic. We hebben hier een zogenaamd modulair systeem waarbij je de elementen kunt uitwisselen en heel makkelijk kan bevestigen aan het buizensysteem. Ook allerlei apparatuur die hier staat. Daar een ijskast, hier een afwasmachine. Draait u zich even deze kant op. Of een wasmachine. Ook allemaal van plastic. Wat mankeert er aan de ijskasten en de wasmachines die wij allemaal thuis hebben die nog van ijzer zijn? Ook in een toepassing als een wasmachine gelden de voordelen weer van kunststof. Dat betekent licht in gewicht, duurzaam en roest niet. Wanneer komt dit soort apparatuur op de markt van plastic? U begrijpt dat deze intelligente keuken of toekomstkeuken, die is nog vele jaren weg. Maar dit soort apparatuur? Maar de wasmachine is een ontwikkeling waar enorm veel interesse voor is. En we verwachten binnen enkele jaren dat dit in de winkel staat. En nogmaals, u maakt al door dit soort producten om aan te tonen dat je van plastic dat kunt doen om later dat plastic weer zelf af te kunnen zetten. Heel handig overigens. Inderdaad, onze filosofie is groei de markt door toepassingsontwikkeling. Heel veel succes met al uw vindingen en met uw plastic.
We gaan beginnen met het beleggingsspel. Vanavond de tweede spel. Met zijn mooie exotische bloem. Nederland, bloemenland, plantenland. Niet alleen voor de export, maar ook bij ons thuis op de, in het raamkozijn, in het venster. Dat waren vroeger begonia's, fuchsia's. Maar dat zijn tegenwoordig heel andere planten. Tropische planten, exotische planten. Bij ons hier een kweker van dat soort tropische planten. Lammert Koning uit Groningen. Is daar een markt voor dat soort planten? Het is een groeiende markt. Men krijgt in Nederland steeds meer vrije tijd. Men zoekt het avontuur een beetje in huis. Tropische planten zijn sfeermakers, maar vooral veel mensen die het als hobby hebben, willen steeds meer andere dingen. Laat eens een paar mooie exemplaren zien. Wat is dit? Dit is een bromelia-soort die is in 1962 al in België gevonden. Zo'n plant die heeft dan 27 jaar tijd gehad om op de markt te komen. Dat is een bewijs. Ja, ik ben nu 4 jaar aan de gang dat het een kwestie van jaren is. Maar er zijn natuurlijk wat is dit? Legio planten uit woestijngebieden die leuke knollen hebben. Er zijn veel mensen die sparen orchideeën. Ze willen naar steeds nieuwe soorten, andere soorten. Soorten uit Jamaica, soorten uit Australië. Veel om op te noemen. Ja. Er staan er hier tientallen. We gaan er straks nog naar een paar kijken. Hoe is dit allemaal begonnen? U werkte bij een kweker. U begon een eigen bedrijf in orchideeën. En nu ineens allerlei andere planten erbij. Hoe groeit zoiets? Vanaf mijn 15e ben ik met orchideeën aan de gang en met tropische planten. Het is een enorm uitgebreid product. Je kan je hele leven verzamelen en heb je ze nog allemaal niet gezien. De producten komen allemaal uit de tropen. Voor de orchideeën ga ik dan jaarlijks naar de tropen. En daar zie je ook tijdens de 3.000-4.000 kilometer tochten die je door zo'n land maakt, zie je veel andere dingen. En dan kom je op het idee van, het is wat voor mijn eigen klanten. Er zijn misschien dingen bij wat voor de toekomst wat wordt voor nieuwe producten in Nederland, voor nieuwe primeurproducten. Je rijdt daar toch rond. Ja, je bent helemaal enthousiast. Je neemt van alles mee. Ja. Nou zijn er voor een heleboel planten, want die zijn beschermd, die mag je niet zomaar in of uitvoeren. Wat voor problemen ontmoet je dan? De orchideeën die worden in de tropen sterk bedreigd. Ontbossing, erosie, veel kappen, veel branden. Nederland die zegt, jongens, in de tropen gaat men er niet zorgvuldig mee om. Wij moeten zorgen als ontwikkeld land dat we die planten beschermen. We gaan dus elke zending die binnenkomt heel streng controleren. Want we hebben het vermoeden dat er in de tropen heel vaak gezoemeld wordt met vergunningen. Ik ben dus wel eigenlijk verplicht voor mezelf, om mezelf te overtuigen dat ik de natuur niet schaad. En om de papieren goed voor elkaar te krijgen. Ja, het is een must om erheen te gaan. Veel reizen, zei u zojuist al. Onlangs was u in Thailand. U gaat naar allerlei landen. U maakte daar een video. Laten we daar eens even naar gaan kijken. Ja, tijdens Bangkok. Tijdens zo'n bezoek aan van allerlei kwekerijen en aan natuurgebieden zie je natuurlijk, zoals hier ook, de cultuur van het land, het reizen. Hier op weg naar de kweker, zo te zien. Ja, ik heb een 25-tal bedrijven bezocht. Ergens kilometers vanaf de bewoonde wereld vind je dan weer een nieuw bedrijf. Je kijkt, je neemt eventueel nieuwe soorten mee die in de toekomst als potplant gebruikt kunnen worden. Hier, tussen wat voor planten? Hier loop ik tussen een partij orchideeën waar bij toeval een hele mooie varensoort tussen groeit. Daar heb ik sporen van verzameld. Dat is misschien iets voor de toekomst. Een heel ver afgelegen kwekerij, niet met de auto te bereiken, bezoeken we per boot. Daar weer een wat voor plant gevonden? Op een proefbedrijf van een kweker een nieuwe palmsoort gevonden. Bepaalde orchideeënsoorten die hier misschien als potplant voor de toekomst gebruikt kunnen worden. En niet alleen bloemen, maar ook nog af en toe een uitstapje. Ja, zeer wat anders dan op de fiets. Lekker op de olifant. Op die reizen nu mooie kwekerij hebben we net gezien. Maar soms ook het oerwoud in, de boesboes in. En daar vind je ineens hele gekke dingen. Ja, zo rijd ik op een morgen in Zuid-Mexico achter een auto met bloempotten aan. En wat zie je tot verbazing? Dat deze vrij sierlijke plant als houtwol gebruikt wordt. Het komt zo massaal voor in Zuid-Mexico in een hele mooie grote grove grijze vorm die hier ook goed bij de verwarming wil. Men lacht ons uit dat we het mee willen nemen om als sierplant te gebruiken. Het is hetzelfde dat men daar als het ware houtwol voor het raam zou hangen. Houtwol in Mexico is hier ineens weer een exotische plant in Nederland. Daar staat nog een heleboel. Laten we daar eens even naartoe lopen. Want wat hebben we bijvoorbeeld hier voor exemplaren? Want u gaat die planten niet alleen halen, u kweekt ze ook hier. Wat is dit bijvoorbeeld? Dit is een vleesetende plant uit Midden-Amerika die in de natuur vrij zeldzaam is.
Op een gegeven ogenblik vind je een vrij kleine groeiplaats van zo'n plant. En voor een kweker in Aalsmeer die gespecialiseerd is in vleesetende planten, heb ik dit ding meegenomen. Goh, zegt hij, dat is nou een mooi ding. Hij vangt allemaal mugjes op zijn blad. Het is een vleeseter. Bloeit ook nog leuk. Hij zegt, dat wil ik wel gaan kweken. Nou, dan komt de moeilijkheid. Lokale overheden zijn zuinig op die planten. Geven geen toestemming voor grote partijen. Wat, dus wat deed u? Terecht is. Een 10-20-tal moederplanten meegenomen. De mooiste uitgezocht. Die is in honderden stukjes gesneden in Nederland. Die wordt dan in flessen gekweekt. En voor de toekomst kan dan één zo'n moederplant die aan de natuur onttrokken is met toestemming van overheden, kan duizenden nakomelingen geven. Daar bent u ook steeds mee bezig? Ja, we hebben dan ook orchideeën gevonden. Eén moederplant uit de natuur. Zelfde vermeerderingsmanier. Dat worden een nieuwe potplanten voor de toekomst. Laat u nog eens een paar mooie exemplaren zien. Voor onze eigen klanten proberen we dan ook altijd weer het neusje van de zalm te vinden. Dit is een plant die is vorig jaar ontdekt op de grens van Burma. Die komt heel weinig voor. Wij hebben van de Thaise overheid toestemming gekregen om per jaar een 100-tal van deze plantjes voor liefhebbers in Europa te importeren. En dan heb je een primeur. Kijk, de mensen moeten vanuit Duitsland, Zuid-Nederland naar Groningen komen. Ik wou net zeggen, wie zijn uw klanten? Zijn dat mensen uit de streek of zijn dat ook andere kwekers? Nou, uit de streek hebben we de meeste klanten. Maar deze tendens van nieuwigheden, orchideeënsoorten, is groeiende. We hebben dan ongeveer een 400-500 soorten orchideeën te koop en wel een 500 soorten kamerplanten. Ja, men is dan bereid om vanuit Zuid-Holland of zo een trip naar Groningen te maken om een primeurtje te kopen. Want u bent de enige of bijna de enige die het heeft? Nou, de laatste tijd gaan we dan geregeld naar de tropen. En daardoor heb je een positie dat je ook dingen van Australië en van wat voor landen dan ook kunt inkopen in andere landen waar ze eigenlijk niet wegkomen. Maar dat zijn altijd gekweekte dingen. Wat vindt u het leukste van uw vak? Ja, planten. Planten, maar vooral de combinatie van elke dag maar weer van 's morgens tot 's avonds bezig zijn met je hobby. Reizen natuurlijk. En het is dan, ja, je gaat altijd met plezierige mensen om. Iemand die van planten houdt, heeft altijd een beetje een positieve instelling. Maar vooral het reizen en het naar de tropen gaan. Ja. Een nuchtere Groninger, Lammert Koning, in de tropen op zoek naar prachtige planten en gouden ideeën, denk ik. Applausje. Bedankt voor uw komst hier. Graag gedaan. Een handicap en dan ook nog bij een kind. Een knappe vent die daarop nog iets nieuws en goeds op vindt. Die huttenhuis die deed dat met een rolstoel in het klei. Zodat die kinderen nu al vroeg een stuk mobieler zijn. Het is dus ook geen vraag meer voor zo'n snel en handig kind. Wie straks de Olympiade voor gehandicapten wint. We zien het wel, we zien het wel, we zullen het wel beleven. Maar kan het niet een beetje snel, want het leven duurt maar even. De koningin in Groningen, daar zit een koning bij. Die heeft iets wat geen koning heeft, een eigen kwekerij. Daar sjouwt hij voor de wereld af op zoek naar bloem en plant. Vooral bij orchideeën is de vaste koning klant. Je vraagt je nou wel af waarom een bloem met mensen houdt. Dat komt omdat die man nou met zo'n 1000 is getrouwd. We zien het wel, we zien het wel, we zullen het wel beleven. Maar kan het niet een beetje snel, want het leven gaat maar even. Plastic toch, dat is het nieuwe goud. En zeker als je ziet wat men daar allemaal van bouwt. Een maaimachine, een wasmachine, een autoprototype. Een keuken waar hier die mevrouw al jarenlang om riep. Nog even en we krijgen straks één enkel ding te zien. Dat is dan het unieke maaiwaskookrijvliegmachine. We zien het wel, we zien het wel, we zullen het wel beleven. Maar kan het niet een beetje snel, want het leven duurt maar even. We zien het wel, we zien het wel, we zullen het wel beleven. Maar kan het niet een beetje snel, want het leven duurt maar even.
We zijn aan het eind van deze uitzending van Brandpunt in de Markt. Als u nog eens na wilt lezen wat hier allemaal besproken is, dan kunt u het Marktbulletin bestellen. Maakt u daarvoor 1,75 gulden over op Giro 31 2703 van de KRO in Hilversum, onder vermelding van marktberichten en de datum van deze uitzending. De gegevens van de thermometer en het aandelenspel kunt u vanaf nu vinden op pagina 339 van Teletext. En tot slot wijs ik u nog op een extra uitzending van Brandpunt na het journaal van 10:30 op dit net, zo meteen. Daarin een verslag van Josh Mustert, die de afgelopen week namens een aantal omroepen Armenië bezocht. Dit was Brandpunt. Goedenavond.